Zo kijkers, welkom weer op een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Dude Remers. En jawel, kijk eens wat ik bezig ben. Ik ben hier lekker aan het schoonmaken. Lekker aan het twijlen. La li la li la. Mijn voetjes moeten er wel niet op staan op de grond. Dus dan gaan we daar ook maar eens even twijlen. Ik ben nu alles grondig nog na aan het twijlen. Dus waar het nat is, daar ben ik nu nog wat op aan het drogen met de twijl. Voilà. En het is ook regenachtig buiten. Jammer genoeg. Voilà. Dat twijl, dat gaat weer heel goed. En welkom weer op een gloednieuwe vlog. En dan, juist. We zitten vandaag op de letter... Allee man, dat doe je dus echt heel vaak, de letter A. Dus dat is nu de letter W. Ik heb nog eens een tweede keer gedraaid. De letter W van Walter. Iets dat je niet kunt zien met de letter W. En iets dat je op straat tegenkomt. Oh ja. Ik ga jullie nog even laten gokken. Oké, water kom je tegen op straat. En wat was de andere vraag? Is dat je, wacht hè, niet kunt zien met de letter W. Ik ben aan het denken. Ik weet echt niks. Ik weet echt niks met de letter W. Ik weet ook niet, als mijn schat iets weet met de letter W, is dat je niet kunt zien. Ook niet. Dus we zijn allebei, we weten het niet. Ja, we weten het niet. Ik ga nog even verder dweilen, schoonmaken. Moet ook gebeuren in een huishoudelijke taken. Dus ja, dan weten jullie dat. Ik zie jullie allemaal straks terug. Yo. Zo mensen, ik ga de vlog afsluiten. Ik ben net terug van de garage. Dat heeft daar nog een keer vandaag bijna 4 uur geduurd. Ik ben echt stiekem pot. Omdat ik ook continu op mijn gsm daar gezeten. En ik zeg jullie, als je continu ook op je gsm zit, daar kun je ook hennig moe worden. Wij hebben eindelijk het oorzaak gevonden van mijn wagen. Wat is het probleem nu? Dus de roet heeft blijkbaar ook mijn turbo geraakt. Daar zit een fenneken in. En die fenneken die zit redelijk goed vast, waardoor dat ik niet meer de hoge toerental haal of de vermogen haal in mijn wagen. Maar vraag me niet hoe of wat. Ik ken er niks van. Ik ga nu nog een afleveringske familie of zo kijken. En ik ben ook nog gaan winkelen. Jullie zien het. Een lekkere cola gekocht. Nog snoepjes gekocht voor mijn beste vriendinnetje. Ziet, ik ben hier ook nog naar de winkel geweest. Dus. En oh, ik heb daar echt morgen zoveel goesting naar. Hier kijk ik nog eens naar uit voor een lekkere tomatensoep met balletjes te eten. Dat gaat heerlijk smaken. Voilà. Sorry dat de laatste tijd de vlog zo wat redelijk kort zijn. Maar nu is het is een klein beetje mijn schuld. Dat de vlog weer al wat korter is. Ik ben nu ook bezig. Ik ga eens even kijken hoe ver dat hem al zit. Al met een computer. Ik ben niet aan het renderen. Maar ik ben nu wel mijn harde schijfjes zo is wat aan het opruimen. Dus aan het... defragmenteren en valassen. What the fuck? Die zit nog altijd op de D-schijf. Nee. Oké, dan ga ik die de ganse nacht ook maar eens laten aanstaan.
Want die moet dan ook nog de G-schijf doen, de H-schijf, de I-schijf, de J, de K. En dan zie je dat het er nog doorgaat. Yoink. En dan nog de Windows-apps. Dus de C is al helemaal klaar. Dus de C staat dus getrimd. Je SSD is getrimd voor betere prestaties. Dank je wel daarvoor. Nu is nu de D-schijf bezig. Er staat redelijk ook veel op van ook freeware, copyright music. En daar heeft hij redelijk wat tijd ook voor nodig voor alles zo wat een plaatje te geven. Ik ga even dan terug weer al mijn beeldschermen uitzetten. Voilà, voilà, voilà. Even in mijn oogje wrijven. Dan morgen staat dit op het programma voor op te ruimen. De zetellen wat op te ruimen. Dus top. Ga ik weer al wat content daarvan maken. Als ik aan het opruimen ben. Oh yeah. Dus ik zie jullie allemaal morgen terug. Ik ga nu wel de vlog afsluiten. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren op mijn kanaal. En vergeet ook niet op mijn belletje te drukken. Dan blijf je op de hoogte wanneer er een nieuwe vlog, video of een livestream is. Ik zie jullie allemaal morgen terug. Sorry dat ik mijn camera niet heb meegenomen naar mijn garages toe, waar mijn auto dan even weer al de voorste klep omhoog is gegaan. En daar wou ik ook nog wel een paar beelden van maken, maar dat is dus mislukt. En de volgende keer, want mijn auto is nog niet 100% klaar. Dus volgende week moet hij terug binnen en dan als hij het terug binnen gaat doen, dan ga ik daar ook wel beelden van maken. Dan weten jullie dat. Goed. Allee mensen, ik ga niet te veel meer lullen, dus ik ga nu slapen. Good night. Bye bye.